Onze verslaggever Harro Brouwer is bij de klimaattop in Kopenhagen. En ik sprak hem vlak voor deze uitzending en ik vroeg hem hoe het er vanochtend aan toe ging. Nou, het was helemaal niet zo makkelijk om bij het conferentiecentrum te komen. Ik probeerde het eerst met de metro, maar het station daar was afgesloten. Dus ging ik maar met de taxi. Maar toen ik daar eenmaal aankwam, werden zelfs journalisten niet meer toegelaten. Alles zat potdicht. Maar de demonstranten gaan niet weg. Ik las zelfs op internet dat ze aanstaande vrijdag een menselijke keten helemaal onder het conferentiecentrum heen willen maken. En het idee daarachter is dat de regeringsleiders pas naar buiten mogen als er een goed klimaatakkoord is. Ja, Harro, we horen dat het overleg nu nog muurvast zit, maar de tijd begint toch ook wel te dringen? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De regeringsleiders komen nu aan en er moet echt iets gaan gebeuren. Maar tot nu toe staan rijke en arme landen lijnrecht tegenover elkaar. Vanmorgen sprak ik met jongeren uit Afrikaanse landen. En zij zeggen dat ze dringend behoefte hebben aan een klimaatakkoord. Want in eigen land zien ze nu al de gevolgen van de klimaatproblemen. Mali is in West of Africa and the large part of the country is desert, the Sahara Desert. And this desert is now advancing really. It was at the north of the Mali, but now, even in the center of the country, you can see sand. De droogte in grote delen van Afrika staat in schril contrast met de sneeuw in Kopenhagen. Op dit plein met een expositie over boomstammen spreek ik met een journaliste uit Mali en een zanger uit Liberia. Climate change is having a very serious impact in Liberia, especially on the agriculture in the agricultural sector. De jongeren hopen dat de regeringsleiders het belang van een stevig klimaatakkoord inzien. Climate change, it is not really only Africa problem, it's a world problem. So please. Now we can try to find a global solution to a global problem. Er is op de klimaattop nog veel oneenigheid over de vraag hoeveel geld rijke landen zometeen aan ontwikkelingslanden moeten geven. Maar volgens Moses is dat niet het belangrijkste. It's not like giving the money. It's like you could go and carry the technology, train people in these fields and set up a system that will help the people. Adam en Moses verwachten niet dat deze top een fantastisch klimaatakkoord oplevert. This is not my first conference. I don't think that Copenhagen will change the world, but I think it's important we sit together and discuss. I pray for a good outcome from Copenhagen. And if not, there's gonna be a serious disaster in the world. Tot zover Kopenhagen. Morgen meer en dan in ieder geval een verslag over CO2-neutraal televisie maken. Dat bestaat al in bijvoorbeeld Amerika en in Nederland wordt het volgend jaar ook geïntroduceerd.